Van de televisie. Ja. Goedemiddag allemaal. Ja. Wij zijn de Efteling muzikanten. Zij zijn de mensen die naast de Efteling muzikanten zitten. Alleen moet je moeilijk zijn. Daarnaast staan de mensen die naast de mensen die naast de Efteling muzikanten zitten staan. Ja. Wij gaan een liedje zingen. Ja, verschillende liedjes zingen. Ja. Waar zullen we mee beginnen? Met het eerste liedje? Ja, het eerste liedje. Het eerste liedje. Zullen we dan de meest prachtige tijd is nog. Dat is de winter, zeg maar. De winter Efteling is de meest prachtige tijd van het jaar. Die mensen zitten er niet meer in, dus dat zie ik wel. Maar kan er zijn al mensen die liever van de zomer houden. Ja. Ja. Moment, ik kom even voorlangs. Was het nog een ja, ja, ja. Ik kan ook goed mee. Is de meest prachtige tijd van het jaar. Als de kunst kan vinden en bij als een poes gaat het kerstje in slaan. Is de meest prachtige tijd van het jaar. Voel de warmte in het hart. Voel de
het spannende wonder uit het vuur. Zo niet zo donker lijkt de daglicht over stuur. Knisper, knetter, spannende vonken in het rond. Ik zie jouw adem, die dans laat door je mond. Spannende vonken overal. Het maakt niet uit, maar wat is het geval? Knisper, knetter, spannende vonken in de lucht. Het maakt niet uit, ik voel een warme zoek. Dankjewel. We staan hier hoor. Je zat... Oh ja, zitten mensen die naast achter in deze kant zitten. Oh ja, ja, dat kan natuurlijk. Ja. Heb je de mensen die naast de. Die was... Heb je opgegaan? Miauw? Ja, we gaan een poezelied doen. Dat is een liedje uit. Uit hoe heet het weer? De. Ja, we worden de gelaarste kat. Ja. Weet je wat het betekent, miauw? Ja, weet je? Miauw. Ja, precies. Ja, precies. Miauw betekent miauw. Miauw, 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 miauw.
de dans? Ja, ken jij hem al? Nou, wij kennen hem pas net. We hebben er net ingestudeerd. Ja. Dus als jij een beetje ons komt helpen, hè? Ja? Goed, de pinguïndans. Ah, hij is al een beetje begonnen. Ja, jij hebt eerst nog een intro. Oh, ik dacht eerst wat ik vertellen en dan... Oh, ik kan wel iets vertellen. Oh, ja. Wat ik ervan weet, want jullie zullen het misschien beter weten dan ik, als jullie hem al kennen. Maar ik had begrepen dat er elke keer als wij de pinguïndans beginnen, komt er weer iets nieuws bij. Dus dan leg ik dit wel uit als we zover zijn. Oké, daar gaat het. Waar zijn we nou? Waar zijn we nou? Het is helemaal wit hier op de kroeg. Jokie en Jet doen de pinguïndans. Doe maar mee, opgelet. En dan beginnen we dadelijk met de voetjes wijd en een stapje terug. Daar gaat ie. Voetjes wijd, stap terug. Stap terug. De pinguïndans, de pinguïndans. De pinguïns hebben alle dagen pret. Jokie en Jet doen de pinguïndans. Opgelet. En nou komt erbij dat we de handjes op de rug doen. Oh, ja. Daar gaan we. Voetjes wijd. Voetjes wijd. Stap terug. Stap terug. Beide handjes. Beide handjes. Op de rug. Op de rug. Dat is de pinguïndans. De pinguïndans. Doe maar een beetje mee wiebelen zo. Pinguïns die wiebelen altijd. Doe maar je hebt de pinguïndans. Doe maar mee. Opgelet. Ga jij steeds door de knieën als we... Doe maar mee, oh, ja. Opgelet. Ja, dat gaan we ook doen. Ja, dat is leuk. Dat gaan we dat ook doen. Dan, maar ondertussen gaan we dan ook nog hele kleine stapjes zetten. Ja, zo ja. Ja, hij gaat ervan. Voetjes wijd. Voetjes wijd. Stap terug. Stap terug. Beide handjes. Beide handjes. Op de rug. Op de rug. Kleine stapjes. Kleine stapjes. Vliegers vlug. Vliegers vlug. Dat is de pinguïndans. De pinguïndans. Ja, dansen. De pinguïns hebben alle dagen pret. Jokie en Jet, de pinguïndans, doe maar mee, opgelet. Dat was leuk, ja. Ja. En nou gaan we een rondje draaien. Ah. Voetjes wijd, voetjes wijd, stap terug, stap terug. Beide handjes, beide handjes. Op de rug, op de rug. Wat deed ik weer? Klein stapje, vliegers vlug. En lekker draaien, draaien. In het rond. Dit is de pinguïndans, de pinguïndans. De pinguïns hebben alle dagen pret. Jokie en Jet doen de pinguïndans. Doe maar mee, opgelet. Ik vergeet steeds door de knieën te doen. Oké, okay. Dan gaan we ook nog heel hard stampen. Nee, heel hard stampen in op de grond. Ja. Oh, doe maar mee. Voetjes wijd, voetjes wijd, stap terug, stap terug. Beide handjes, beide handjes. Op de rug, op de rug. Kleine stapjes, kleine stapjes. Vliegers vlug, vliegers vlug. En lekker draaien, lekker draaien. In het rond, lekker rond. Heel hard stampen, op de grond. Ja, de pinguïndans, de pinguïndans. De pinguïns hebben alle dagen pret. Jokie en Jet doen de pinguïndans. Doe maar mee. Opgelet, dat is de pinguïndans, de pinguïndans. De pinguïns hebben alle dagen pret. Jokie en Jet doen de pinguïndans. Doe maar mee, opgelet. Doe maar mee, opgelet. Dat ging best goed eigenlijk, hè? Echt die muzikant, de eerste keer. Allee, de première. Nou, ik vond het heel mooi zoals jullie dansten. Je hebt nog steeds de handjes op. Wij moeten nog een beetje oefenen, maar jullie konden hem al. Ja. Kenden hem al, of konden hem al, kunnen hem al. Ik ken hem ook al. Weet iemand het? Kenden. Konden ze hem al, of kenden ze hem al, of kunnen ze hem al? Kenden. Kenden hem al. Kenden hem al. Jullie kenden hem al. Misschien kunnen we nog wel eens. Maar kun je hem nou ook? Sorry. Ja. Ja, nee, ze kenden hem, maar ze konden hem niet. Nee, oké. Okay. Maar ze kunnen hem wel. Ah. Nee, want het is Zullen we een liedje gaan? Ja, we gaan nog een liedje doen. Of moeten jullie nog ergens naartoe? Nee? Nee. Nee, ik ben hier.
Er is hier zoveel te doen. Sinterklaas liedje. Sinterklaas. Zullen wij het liedje van, omdat ik hem zo met zo'n lekkere beker chocomel zie lopen, het liedje van Koek en Zopie is. Oh ja, is Koek en Zopie. Weet je wat dat is, Koek en Zopie? Dat is ouderwets woord voor, zeg maar, eten en drinken. Borreltje bij het ijs, toch? Of zo. Wat gebeurt er? Daar staan. Jij moet daar staan. Waarom? Waarom? Ja, voor de dans. We dansen hierbij, hè? Welke dans? Oh. Oeh. Ja? Spannend. Ja? Ik weet het maar ook nog. 1, 2, 1, 2. Koe. Zopie. Choco, Koek en Zopie, Koek en Zopie, Koek en Zopie, Hans in Choco. Chocomel, Chocomel de gumbo, appeltaart, appeltaart zwarte, glühwein, glühwein schoren, koude handen, warme wanten, Koek en Zopie, Koek en Zopie, Koek en Zopie, Hans in Choco. Choco, chocomel, chocomel en gumbo, appeltaart, appeltaart zwarte, glühwein, glühwein stoven, koude handen, warme wanten, Koek en Zopie, Koek en Zopie, Koek en Zopie. Dan zou ik voor nu willen voorstellen een lekker bord erwtensoep met glühwein. Nee, niet voorzeggen, want ik voeg het daarna. Ja, dat is zo. Nee, want nou mag je het niet meer zeggen, want nou is het voorgezegd, je moet iets anders zeggen. Dus een lekker bord erwtensoep met... Zit je nou daarvoor te zeggen? Wie zit er nou voor te zeggen? Jij. Nee, iemand zegt... Jij. Wie dan? Eerlijk vooruitkomen. Niet wijzen. Nee. Nee. Goed. Nou even tot slot. Een lekker bord erwtensoep. Je hebt er nou lang over na mogen denken, dus dat wordt iets geweldig lekkers. Met? Roggebrood. Met roggebrood, ja! Natuurlijk, ja! Woehoe! Koek en Zopie. Met roggebrood. Jij had het weer voorgezegd, zeker? Tussen dat ik daar stond, heb jij volgens mij zitten influisteren. Zeg eens eerlijk. Zeg eens eerlijk. Heb je in zitten fluisteren? Dat zijn 10 strafpunten voor jou. 10 strafpunten. Zo. Ja, ik ben onverbiddelijk wat dat betreft. Ja. Je mag ze wel mee naar huis nemen, die strafpunten. Mag niet in de volgende op de schoorsteen zetten en dan kan iedereen die binnenkomt zien van oh, die heeft 10 strafpunten bij de Efteling gekregen. Ja. Zo. Nou. Hey, zullen we nog eens iets ja, een zelf doen hier? Ja. Kennen jullie die tovenaar, die Tita Tovenaar? Ken je die? Nee. Oké, dan doen we een liedje over Tita Tovenaar, dan leer je hem wel kennen. Ja. Kijk. Op de bas hebben wij vandaag Tony! Oh.
Oh, yeah. En op de drums. Erik. Dames en heren. Op accordeon hebben wij de geweldige, fantastische, enorme, inspirerende Peter. Dat kan smeuïger, hè? Dat kan, toch? Oh. Dames en heren, op accordeon, de geweldige, fantastische, inspirerende... Virtuose. Charmante. Bescheiden. Accordeonist Peter. Ja. Dankjewel. Dames en heren, er komt nu een geweldige artiest op het podium. Misschien wel een van de beste artiesten van de Efteling. Wat een band, wat een bescheiding. Wat een talent op de saxofoon. Wij is die. Oh. Ha, 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 ha. Hi. Leon! Heus niet leuk, is Ramabai. Tita, tovenaar, is Ramabai. Hij heeft het ook aan mij geleerd. Maar soms gaat het wel iets verkeerd. En gaat het niet zoals ik wil, dan doe ik dit. Heb ik ze mooi stilgezet. Mooi, hè? Hier, hou maar vast. Hou maar zo hoog in de lucht van ik heb hem. Het is de tovenaar, het is echt die zus, het is Ramabai. Tita, tovenaar, het is Ramabai. Hij heeft het ook aan mij geleerd, maar soms gaat het nog eens verkeerd. Hij gaat het niet zoals ik wil, dan doe ik dit. Ik heb wel eens geprobeerd de python stil te zetten, maar toen wist ik niet meer hoe ik hem... Misschien een week stilgestaan, de vogelrok ook, gisteren. Ja, sorry. Ik ga vanavond proberen om hem weer aan de gang te krijgen. Maar ik weet niet meer hoe de spreuk ging van de vogelroks. Zag je dat? Hij wou heel hard gaan slaan op zijn bek en zo. Heel hard. Hier hou jij die stok maar vast zo en dan zo hoog in de lucht van ik heb hem. Kunnen jullie mij helpen om ze weer aan de gang te krijgen? Als we met z'n allen zo in de vingers knippen, allemaal tegelijk, precies op hetzelfde moment. Tenzij je een glas drinken in je hand, maar misschien met de andere hand. Oh ja. Als we het allemaal tegelijk doen, dan gaan ze weer bewegen. Goed? Ik tel tot drie. 1. Tel jij of tel ik? Zal ik tellen? Oké. 1. 2. 3. Ja, Erik, je had je stokje laten vallen en ze heeft het voor jou opgeraapt. Ah, lief, hè? Ja. Dankjewel. Ha.
De Efteling muzikanten. 1, 2, 3. Ja, ja. Dat bedoel ik. Ja, zo. Volgende keer lijkt het wel iets beter uit. Applaus voor de Efteling muzikanten. 1, 2, 3. Woehoe. Dat was duidelijker, hè? Ja. Sorry. Ja. Goed. Kijk wat een mooie kring we hebben. Mooie kring hebben we, ja. We gaan een kringliedje doen. Ja. Van, ja, die? Ja, die. Oké. Zal ik dan eerst wat... Zijn jullie ook al in het Sprookjesbos geweest? Of, wie is er al in het Sprookjesbos geweest? Ja? Nou, toch niet iedereen, hè, maar... hadden jullie ook... zijn jullie ook bij Aspoester geweest? Ja. Ja. Maar ik zie ook mensen die er niet geweest zijn. Ik zal voor de zekerheid het verhaal nog heel even kort samenvatten. Nou, hier, kom. We gaan. Ja. Dag, veel plezier bij. Assepoester ging met een mandje met allemaal lekkere spulletjes naar haar oma. Want oma was ziek. En die woonde aan de andere kant van het bos. En onderweg in het bos was daar ineens achter een boom een grote wolf. Ja, 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 ik weet wel dat het eng is, een wolf, maar het is maar een sprookje, hè? Dus rustig blijven, gewoon. Dus, en die wolf, die had al... Sneeuwweetje is wel. Nee, het is Assepoester. Sneeuwweetje, dat bedoel ik. Ja, je hebt gelijk, Sneeuwweetje. En die boze wolf had mijn oma al opgegeten. Maar gelukkig kwam op het laatst de accordeonist. Is een ander sprookje. Nee. Ik ken de sprookjes wel. Ja, ik ook, maar... Wat zei je? Roodkapje. Ja, dat zei ik toch? Nee, hey, ja? Dat zei je helemaal niet. Jawel, jij zei dat niet hoor. Jij zei doe het door. Let maar op. Ik had het wel goed. Ik zei roodkapje. Zo'n lieve oma, die geeft heel veel cadeaus. Ze kreeg van haar een kapje, ze heeft een malle roos. Ze draagt hem elke dag, omdat ze oma zo graag mag. Sindsdien heeft ze dat snapje, simpelweg een kapje. Zie je wel. Dus, wat is haar naam? Ja, Roodkapje. Ja. Naast haar oma, die woont diep in het bos. Toen kwam de boze wolf, toen waren ze de klos. Eerst had hij haar oma, toen haar met huid en haar. Pas op voor de boze wolf, hij is een groot gevaar. Dus, wat is haar naam? Roodkapje! Juist! En wie vindt zij niet zo lief? Nou, de wolf, ja natuurlijk! Gelukkig kwam de jager, die schoot meteen te hulp. Hij ritste toen de buik, open als een gulp. Ze sprongen daar toen uit, ze waren reuze blij. Die grote stoere jager, hij is de held voor mij. Dus, wat is haar naam? En wie vindt zij niet zo lief? De wolf. En wie is haar held? De accordeonist. Nee. De jager. En bakte van de schrik wel 13 slagrondaarten en schonk ook glaasjes prik aan alle dorpsbewoners. En ieder was gereed naar het taartengala op het bevrijdingsfeest. Dus, wat is haar naam? Roodkapje! En wie vindt zij niet zo lief? De wolf. En wie is haar held? Jager! En wie is
het zij het liefste oma. Want oma bakt lekkere taarten. Ja. Oma bakt de allerlekkerste taarten. Appeltaarten, slagroomtaarten en wat voor taarten nog meer. Weet jij nog een lekkere taart? Wat is jouw favoriete taart? Slagroomtaart. En jij? Weet jij een lekkere taart? Ook slagroom. En jij? Ook slagroom? Appeltaart. Met slagroom? Met slagroom. Dus eigenlijk ook slagroom. Chocoladetaart. Chocoladetaart. Lekker. Wie weet er nog een hele gekke taart? Ja, haringtaart. Haringtaart. Wow. Laatst zag ik bij de winkel die het niet zou noemen, frikandellentaart. Wow. Had je hem ook gezien dat je hem gekocht, of niet? Ja, maar die winkel hoef je niet te noemen per se, daar gaat het niet om. Enfin, weet je wat we gaan doen? We gaan de taartenweef doen. Weet jullie wat het is, de taartenweef? Zeg maar nee. Weet jullie wat het is, de taartenweef? Nee. Nee, natuurlijk niet. Maar ik zal het jullie uitleggen. Ik vraag aan deze kant, hoe heet jij? Roggebrood, vraag ik. Aan Roggebrood vraag ik. Lus je nog een stukje taart? Nou ja, Roggebrood is al op. En erwtensoep dus nu. Nou, die erwtensoep, of vind je het een beetje te veel worden? Het wordt wel een beetje een zware maaltijd, hè? Maar je hebt ook een glaasje gluwijn op, dan kun je daar nog in. Ik vraag aan haar, lus je nog een stukje taart? Dan zegt zij, ja, of je nou lust of niet, je moet ja zeggen, maar dan wel met de handen in de lucht. En dan gaan jullie handen in de lucht. Ja, ja. Even die bekers neer. Ja, ja, ja. Tot jou. Ja. Oké. Okay. Iedereen klaar? Handen uit de zakken. Daar gaat ie. Lust er iemand nog een stukje taart? Bij jou aan de overkant van het vuur. We beginnen bij jou en we gaan twee kanten op. Dat is heel moeilijk, dus let op, hè. Tenzij je niet van taart houdt, dat kan ook. Dan zeg je gewoon nee en dan houdt het op. Dat kan, hè. Je weet het nog. Lus je nog een stukje taart? Ja! Dat is mooi. Wat is haar naam? Zo lief. De wolf. En wie is haar held? De jager. En wie vindt zij het liefste? Kom maar, ja. Kom er maar achteraan. Kom maar. Kom maar. Dat doen we vol net. Kom Polonaises ooit. Ah, wauw. Ja. Ja, dat was leuk. Zo. Kom maar. En allemaal voor Assepoest. Oh. Ah, ja, ja, ja. Dat zei ik, man. Roodkapje. Ja, roodkapje. Hè, hè. Hey. Zo. We hebben nog één laatste nummer. Daarbij gaat Erik een fantastische drum... roffel. Let op. Dan is het nu.
Pauze! Aha. Voor ons, hè? Voor jullie niet. Jullie moeten door. Efteling muzikanten, 1, 2, 3. Hop! 4, 5, 6. Applaus voor de Efteling muzikanten, 1, 2, 3. Hop! 4, 5, 6. Hop! Dankjewel. Verder kom ik nooit. We zijn over 20 minuutjes weer terug gewoon, dus blijf rustig hier. Het is hier warm en gezellig. En nou, dan gaan we weer, nog meer liedjes zingen. Tot zo. Veel plezier nog. Dag. Au revoir. Dat is Frans.